Chemici kunnen een heleboel verschillende stoffen maken in het laboratorium. Maar er zijn ook een aantal stoffen die de natuur eigenlijk beter kan maken dan een chemicus. Deze stoffen, zoals bijvoorbeeld insuline of antibiotica, worden nu ook al geproduceerd door bacteriën of door planten. Maar ook de bacteriën hebben limitaties en sommige dingen kan een chemicus nog steeds beter dan een bacterie. Het zou heel erg mooi zijn als we de chemie van een chemicus toe kunnen passen op de chemie van een bacterie en het zo samen kunnen voegen, waardoor je weer toegang hebt tot nieuwe structuren en nieuwe moleculen of hopelijk nieuwe medicijnen. Eigenlijk niet. Aan het begin van de middelbare school was ik er niet zo mee bezig. Ik was wel natuurkunde, biologie, wiskunde vond ik heel leuk. Scheikunde zat er een beetje verplicht bij. Maar in de loop van de bovenbouw zag ik in wat voor leuk vak het was. En in de vijfde klas dacht ik, nou, dit wil ik studeren. En kon ik ook bijna niet meer wachten. Nou, eigenlijk is het altijd best spannend als ik naar het lab fiets. Want ik heb elke nacht experimenten aanstaan. Dus 's ochtends kan ik bekijken hoe die gegaan zijn. Meestal begin ik dan met het opzuiveren en verwerken van de experimenten. En dan kijk ik of ze gelukt zijn. En aan de hand daarvan bedenk ik dan of ik het experiment nog een keer moet uitvoeren of net andere variaties moet aanbrengen om te zien of ik het experiment kan verbeteren. Dat doe ik dan in de middag, zet ik het weer op en dan kan het experiment de hele nacht weer lopen, zodat ik de volgende dag weer vol goede moed naar het lab toe kan. Ik kijk of het mogelijk is om katalysatoren in te bouwen in bacteriën. Bacteriën kunnen al heel veel reacties uitvoeren, maar chemici kunnen andere reacties uitvoeren. En als we een onnatuurlijke katalysator van een chemicus inbouwen in een bacterie, dan kan die reacties doen die die eerst niet kon. Dus moleculen aan elkaar koppelen, wat die zonder die katalysator niet kon. Hiermee kunnen we hopelijk de chemie van de bacterie uitbreiden met de chemie van de chemicus. En hiermee nieuwe stoffen en hopelijk nieuwe antibiotica vinden. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Eigenlijk voeren we de bacterie zo'n katalysator en dan eet hij het hopelijk gewoon op. Om te zien of dan de katalysator ingebouwd is en of de reactie werkt, gebruiken we massaspectrometrie. Hiermee meten we het gewicht van het molecuul. Als de reactie gewerkt heeft, dan heeft het molecuul een hoger gewicht dan als het niet gewerkt heeft. Ja, ik vind onderzoek doen gewoon echt heel erg leuk. Het is spannend, interessant, je weet niet wat er gaat gebeuren. Je moet puzzelen om het goede antwoord te vinden. Het is natuurlijk wel fijn als je ook af en toe een succes hebt, maar dat hoeft maar één keer in het half jaar. Is op zich genoeg om genoeg motivatie te weten te behouden. En aan de universiteit werken is heel erg leuk, omdat er ook heel veel onderwijs bij komt kijken. En ik vind het heel leuk om les te geven, zowel aan bachelorstudenten of mede-collega's. Om te zien als het kwartje valt, dat is heel leuk. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Misschien blijf ik wel bij de universiteit, omdat ik lesgeven wel heel erg leuk vind. Maar misschien ga ik ook wel bij een bedrijf werken, maar dat zal dan waarschijnlijk wel bij de research and development afdeling zijn, omdat ik onderzoek wel heel erg leuk vind. Maar ik ben ook getrouwd en ik heb 2 kleine kinderen, dus ik betrek hen natuurlijk ook in het besluitproces. Faces of Science.